Vandaag spelen we tikketje door een heel land. En niet zomaar een land. We zijn vandaag namelijk in het prachtige Monaco. Zou Max Verstappen hier ooit gestaan hebben? Ja, dat zal er niet. Ik denk dus dat Max Verstappen hier staat op deze plek. En dat hij dan zeg maar riep van, ik betaal mijn belasting! Ik denk Max Verstappen niet, maar wel. Carlos Sainz! Gaan we over dat petje beginnen of niet? Dat is niet normaal. Deze bro, die koos een petje. De eerste Carlos Sainz woont hier. Nee, maar hij heeft hier wel een keer geraced. Want hier heel vlakbij is de hairpin. Milo wil net zo'n petje kopen. Er liggen allemaal petjes van de 10 euro en 5 euro. En op een gegeven moment wij gaan afrekenen. En die chick zegt, ja, oké, een 94. Ik zeg, ben je Yusu? 94. Ik ga je niet voor lul lopen, ik wil je wel lopen. Hallo, bedankt op te hebben. Dat was Max. Laten we beginnen man, met Verstoppertje in Monaco. Ja, het kleinste land ter wereld, maar... Dan is één land kleiner, dat is dan Vaticaanstad. Die is kleiner, dat is een land. Sowieso mogen gewoon in de comments gaan zeggen, maar Vaticaanstad is kleiner. Het heet eigenlijk Vaticaanstad. Lelystad, zo geen land. Nee. In Tikketje in Monaco krijgt elke bankzitter 1 uur de tijd om selfies te maken met maximaal 5 historische herkenningspunten in dit prachtige dwergstaatje. Degene met de meeste correcte selfies wint, maar de overige 3 mannen gaan proberen deze spelen te tikken. Als groep en ze mogen zich dus niet opsplitsen. Dit doen ze door middel van een locatie-update elke 10 minuten, maar de laatste 15 minuten van het uur speeltijd heb je zelfs de live locatie van de speler. Als je getikt wordt zit jouw spel erop en kun je dus geen selfies meer maken. De verliezer is dus degene met het minste aantal selfies. En moet voor elk herkenningspunt waar hij geen foto mee heeft gemaakt, 1 straf uitvoeren. Dus 0 foto's betekent 5 straffen. Je krijgt als speler 10 minuten voorsprong om weg te komen en daarna ga je 60 minuten speeltijd pas in. De plek waar je uiteindelijk getikt wordt is de plek waar het spel van de volgende speler begint. Maar de eerste startlocatie is hier in Saint-Divoot, de legendarische eerste bocht van de Grand Prix. Ja, het is tijd om de wheel te spinnen, want de startlocatie is natuurlijk belangrijk. Degene die als eerst mag verstoppen is... Dat is spannend. Ja, het zat toch niet. Ja, ja, Koen. Heerlijk. Koen mag beginnen. Dat is heerlijk. Ik ben echt helemaal niet blij dat ik begin, want ik heb geen idee waar alles is. Koen, je rent weg. Oké, mij dan. En de makkers. In 3. Ja. Ben je klaar voor trouwens? Ja hoor. 2. Oh, ik ga hem even met hun meenemen. 1, nou. Ga de makker, je hebt 10 minuten zo nog in. Oké, dames en heren, ik ben onderweg. Mijn tactiek is heel makkelijk. Of ik ga naar links of naar rechts. Naar rechts kan ik 2 foto's halen. Namelijk casino en de hairpin. En dan zit ik vast. Op het moment dat ik naar links ga, dan heb je daar dus eigenlijk 1 plek waar ik heen kan. Dat is al 20 minuten lopen. Nou, dat is voor mij veel te lang. Dan hebben ze me al lang gepakt. Plus, dan moet ik daarna door naar het stadion. En ik hou er ook max 2. Dus ik ga nu voor de makkelijke optie. Ik zeg, ik pak hier gewoon 2 puntjes. Ik ben daarna gepakt, hoef ik ook niet zoveel te rennen hoop ik. Maar wat ik wel moet proberen, is nadat ik die 2 punten heb, om zoveel mogelijk terug te komen naar dit startpunt, zodat de rest niet een makkelijk startpunt daar heeft. Want je gaat natuurlijk door waar de andere gepakt is. Ah, ik vind het echt vet, we hebben net Myron Bowen gezien, hij reed langs in de Ferrari. En daarna liep ook DJ Khaled nog langs. DJ Khaled! Ja, door de gunstige startpositie van Koen is hij nog voordat zijn eerste 10 minuten om te ontsnappen voorbij zijn, al bij het eerste monegaskische herkenningspunt aangekomen. Nou, als ik neer kijk waar ik uitkom, de winkel waar ik van hou. Balenciaga! Met daarachter straks het Monte Carlo Casino. Ja, dat is de eerste foto. Op zulke momenten in het leven, eigenlijk op alle momenten wel, maar op zulke momenten helemaal, ben ik zo blij dat ik niet Milo ben, want die gaat met een partij gutsen, want het is warm. Dames en heren, jullie wat ik zie? Het Monte Carlo Casino, even een mooie selfie maken voor in de eeuwigheid. Door naar de hechtpunt. Voor mij zijn ze niet begonnen met lopen, maar het kan niet dat ze gaan sprinten. Ik kan me gewoon niet voorstellen, want dan zijn ze echt helemaal kapot straks. En naar die hechtpunt is maar 4 minuten lopen. Ja, dit is echt appeltje ijs. Dit is echt heerlijk. Dan heb ik gewoon 2 punten en dan, ik ga niet eens redden dan om naar die derde te komen. Maar ik ga wel redden om hun zo lang mogelijk af te leiden, energie verspillen. En ik ga me gewoon oprecht verstoppen. Ik ga gewoon echt verstoppen en dan kijken of ze voorbij zien lopen. 3, 2, 1. Oké, okay. Hij zit hierboven. Hij is bij die hairpin al, man. Is hij al bij die, hij is al bij die hairpin. Zij is al langs de dingen ja, geweest. Hij is al bij die hairpin. Oké, je kunt hierboven langs richting het casino. En daar is verder door ook de hairpin. Die weg heeft Koen genomen. Ja, die heeft genomen, want hij, ja, als in, hij is nu daarboven. Ja. Hij is nu bij de kruising een beetje tussen de casino en de hairpin in. Ja, en hij heeft dan daarna 2 opties. Hij kan dezelfde weg terugnemen of hij kan onderlangs. Wat onderlangs is dat dit? Ja, dit. Dat is dit. Ja. En dan door de tunnel. Uiteindelijk moet hij naar een derde, vierde, vijfde foto. Ja, die zit liggen daar. Ja, maar waarom gaan we daarvoor zitten? Ja, dat we daar alvast heen lopen. Oh, dat we alvast naar foto punt 3 gaan. Ja, dat loopt dus toch tegemoet. Ja, maar je weet toch niet welke je boek gaat? Ja, maar in ieder geval die kant op. En over 10 minuten zien we wel weer, toch? Waar hij is. Dat je een vieze schreef. Dan staat er gewoon op mijn vraag. Ik vind Mats' idee goed. Laten we dat doen. Laten we gewoon rustig die kant op lopen. Dan lopen we weg van hem. Ja, maar hij komt dan toch naar ons toe? Daarachter is het al. De welbekende hechtpin. Oh, maar hop mensen, ik loop alleen de hechtpin op. Kijk nou, dit is toch fantastisch. Ik sta hier op de hechtpin, maar ik sta ook midden op de weg. Dus ik moet nu over gaan steken, maar het is hier echt griep druk. Even een leuke selfie.
Oké, tijd om terug te gaan. Nu is het dus van belang voor mij om zo ver mogelijk van deze hechtpin af te komen. Dit is een beetje het eind van het spel. En op het moment dat ik hier dus weg kan komen, kan straks eigenlijk niemand meer hierheen. Dat is voor mij echt top. Oh my god, Milo, trouwens. Oh my god, dit is bocht 1. Nee, ja! Oh my god, Milo, zie je wat daar is? Aan de overkant. Die rood met witte strepen. Zie je dat niet? Aan de overkant? Curbstone. Nee! Zullen we er even heen gaan? Ja, cool. Oh my god, we zijn er gewoon. Nee, doe even een kusje erop. Ze hebben dus ongeveer 3-4 minuten geleden mijn locatie gekregen. Toen stond ik nog daar. Dus ik hoop dat zij nu vol onderweg naar die hechtpin. En dan ga ik ondertussen naar dat, prinses Magdalena ding. Park Prinsesse Antoinette. Dat is 24 fucking minuten lopen. Maar als zij nu die kant op gaan, heb ik echt een fucking goede voorsprong. Oké, we zijn nu aan het campen. Daar hebben we uitzicht op die bovenste route die jij zei. En daar op de onderste route. En Koen moest toch even de twee kiezen? Of we kan helemaal achterlangs? Ja, ik kan ook nog helemaal achterlangs. Er zijn eigenlijk 3 opties. Maar we zijn nu gewoon, we gaan onszelf verstoppen hier. Wat? Je moet aan de gaten houden. Nee, ik wil niet zoenen met je teaser in. Oh, je moet trouwens wel. Laat even zien. Jij hebt die tas op en kijk, laat even zien hoeveel je guts. Maar hoe kan dat? Die weg omhoog, daar zou zomaar eens Koen uit kunnen komen. Daar, hier omhoog is het casino. En nu gaat die koude vrachtwagen ervoor staan. Hallo, ik ben iets aan het vertellen. Hey, ik ga kijken. Hij is boven, man. Hij is boven. Hij is boven. Kijk, dan heeft hij ons dus wel te pakken. Ja, hij heeft ons door. Ja. Hij is wel slim. Hij gaat boven langs. Hij gaat niet over een groot pad. Oké, dus wij moeten. Dus hij gaat naar die. Ja. Hij gaat naar het park. Hij moet naar het park gaan. Wauw. The beautiful city of Monaco. Kijk, het kan niet dat ze van voren komen. Dat kan niet. Dan zijn ze aan het begin helemaal de verkeerde kant gelopen. Dus zij lopen nu gewoon achter mij aan. De vraag is alleen, hoe ver loop ik voor? Dat weet ik niet. Ja, op zich lopen we relatief gezien nog best wel in de buurt van Koen. Maar tijdens de prachtige shots van het uitzicht van Koen zie je deze brug hier. Die wij op dit moment ook kunnen zien. Maar dan vanaf een heel andere hoek. Namelijk vanaf onder. Maar hij loopt gewoon echt hier over zo'n brug of zo. Zou hij op die brug lopen? Zo, tyfus. Dat zijn we echt een lul, hè? Hierboven. Oh, hier omhoog. Ja. Oh, nou, tenzij dat hij daar echt loopt, dan zijn we niet per se. Oké, dat is goed. Mino is alweer moe. Godverdomme. Tyfus, man. Bro, Vegas was veel zwaarder dan dit. Kom. Ik zie ze nog steeds niet, joh. Waar zijn die gozers? Ik heb nog geen seconde gerend. Van losers. Hallo, jongens. Daar hoor je te zijn. Waar zijn jullie nou? Wat de zieke losers, joh. Waar ben ik nou? Godverdomme, ik ben verkeerd gelopen. Ja, kutzooi. Waarom gaan we ook altijd lopen gutsen in het buitenland? Ja, hier moet je toch wel ergens gelopen hebben? Naar dat park toe moeten we dus naar rechts. Weer omhoog. Moet omhoog. Hoe lang hebben we nog op de locatie? 6 minuten of zo. Doe toch lang. 6 nog? Ja, kom. Ik moet nu deze trap op. En dat blest mij niet. Dat ga ik je eerlijk zeggen. Maar wat wel weer fijn is. Ik weet zeker dat Milo deze trap niet opgaat. Want die heeft er echt helemaal geen zin in. Jezus, hallo. Maar hopen dat het boven de hemel is. Want dit is niet normaal gek. Iedereen die hier woont heeft 180 miljard euro. Waarom heb je niet overal een lift of een fucking roltrap? Dan sta je boven, heb je wel dit. Nou, dat was het echt totaal waard. Ik vraag me echt af waar zij nu zijn. Wij zijn, as we speak, jouw locatie aan het checken. Omdat er weer 10 minuten zijn verstreken. Ja, hij is hier boven. Hij is hier boven. Hij is hier boven. Hij is hier boven. Ja, hier echt. Ik denk hier echt boven. We checken een sprint, oké? Ja. Wat een hoge trap! Wat een hoge trap! Go. Hij kan goed hier tussen zitten, hè? Ja, hij is verder naar de grote weg toe. Hij zat op de grote weg wel. Mensen, ik ben er bijna. Fucking chill. Alleen nog even een fucking trap. Griep. Sorry. Nee. Hij gaat als oude moeder naar het stadion nog wat, man. Fucking kut, sorry. Hier wonen gewoon mensen, man. We hebben onszelf weer getrapt. We hadden gewoon de hoofdweg moeten volgen. Als we gewoon de grote weg willen volgen, we pakken gewoon onze tempo daar. Daar waren we al geweest, briefje. En terwijl wij door de geniale afsnijroutes van Rob helemaal verrot zijn en zonder uiteindelijk een meter te hebben afgelegd, is Koen inmiddels aangekomen bij het park waar hij alweer zijn derde foto weet te maken. Ik ben nu bij een van de 5 die ik moest halen. Ik ga even een mooie selfie maken. Ik heb niet zo'n rode kop gelukkig. Ik heb nog 2 opties. Ik heb de kathedraal en het stadion. De kathedraal is 21 minuten lopen. Mensen, Yusu, je denkt ik heb daar zin in. Het stadion is ook 21 minuten lopen. Ik ga naar de kathedraal. Ze denken misschien ik ga naar het stadion, maar dan is mijn tijd om. En heeft die volgende een gratis punt, dan moet ik het hele stuk weer lopen. Dus als ik nu naar de kathedraal ga, als je op de map kijkt, dan heeft de volgende straks de optie. Of ik ga vanuit dat startpunt naar het stadion, maar dan zit die opgesloten. Dat is niet handig. Dus eigenlijk valt het stadion wel af en moeten we sowieso naar rechts lopen. Ik denk alvast na. Ik denk na over de toekomst. Ik ga nu naar de kathedraal. Zijn we hier beneden? Wat een verloren tijd. Kus. Sorry, man. Hey, maar waar gaan we nu voor dan? Ja, het stadion of zo, man. Kathedraal of Louis Deux? We moeten naar het stadion. Ja, dan gaat hij naar die kathedraal. Kan ik het kathedraaltje instellen? Op het stadion. Naar het stadion. Stadion, Luigi. 16 minuten lopen. We zullen het futsen. Dit is niet bak. Die glimbek. We lopen druppel over mijn osso nu. As we speak. Ze zijn zo traag. Ik ben hier al 5 minuten teruggelopen. Ik zie ze nog steeds niet. Pak hem met deze geezers. Ja, en terwijl Koen er ook helemaal niks meer van snapt, is het alweer tijd voor een volgende locatie-update. Hij is nog steeds boven bij dat park. Hij is richting dat park. Hij komt wel naar beneden. Maar waar gaat hij naar het stadion, hè? Dat moet wel. Nee, dan kan hij ook naar het kathedraal gaan als hij hier voor langs komt. Hij volgt ons gewoon, hè? Nee, hij volgt ons gewoon. Ja, lopen we terug? Lopen terug. De enige vraag is of hij gaat nu, daar waar die bouwvakken staan, bovenlangs. Ja. Of hij gaat nu onderlangs. En dan komt hij gewoon hier letterlijk de hoek omlopen. Ja, gok we erop. Ja,
we gaan naar het stadion. Samenvattend, we hebben na een tijdje wachten Koen nog niet zien lopen over de ene weg die naar de kathedraal leidt. Dus onze conclusie is, dan zal hij waarschijnlijk wel bovenlangs naar het stadion aan het lopen zijn. En dus gaan wij daar nu ook snel heen. Terwijl Koen in werkelijkheid gewoon op zijn dooie gemakkie nog veel verder terug is in de buurt van het park. Ik ben ervan overtuigd dat ze hoe dan ook een keer hier langs moeten komen. Maar ik vraag me af wanneer. Wat zijn ze aan het doen? Ik heb echt gevoel dat ik geprankt word dat ze gewoon bier aan het drinken zijn. Dat zou echt kut zijn, want dat wilde ik gaan doen de volgende ronde. Nou, ik ga maar gewoon lopen, want anders red ik het niet met mijn volgende plek. Ik moet nou nog 20 minuten lopen. Het zegt veel over onze capaciteiten als tikker dat Koen serieus denkt dat wij een biertje aan het drinken zijn terwijl we bizar aan het tryharden zijn geweest. Brie, waar de fuck zijn we? Dit zou wel een punt kunnen zijn waar hij ook uit zou kunnen komen, toch? Ja, niet? Ja, maar kijk, het probleem is natuurlijk, het stadion is rond, hè? Hij is nu, ja hoor! Zit bij de kathedraal? Hij zit in de kathedraal! We hebben hem gewoon gemist! Hij was gewoon aan het wachten boven. Als we gewoon op het punt blijven staan, was hij gewoon naar beneden gekomen, hè? Maar wij dachten, hij is boven of beneden. Ja. Maar de vraag is, heeft hij het stadion al gehad? Nee. Dus wij gaan nu voor het stadion. Ja, maar als hij naar de kathedraal gaat, heeft hij nog, hij heeft nog maar 20 minuten gespeeld en hij haalt hij het stadion waarschijnlijk niet meer. Hij moet gewoon die kant op lopen. We komen toch en hebben zo'n deel over 5 minuten in die live locatie. We gaan hem gewoon pakken, we willen niet dat die uur voorpakken. We gaan hem sloten. Nou, lopen we diezelfde route terug over die kuttrappen. We zijn dus wederom compleet outplayed door een Koen die daar zelf totaal geen weet van heeft en totaal geen strategie heeft. Het lijkt me op het begin van de kathedraal trouwens, maar ik moet nog 10 minuten lopen of zo. Of 7 minuten. Ik heb het gevoel dat de kans dat dit hier naar trappen zijn op zich best wel groot is. We moeten dus weer helemaal hier omhoog. Jongens, even zeggen, we kunnen ook verlies pakken en even mekkie. Nee. Ik hoor hier een update waar echt een paard de hik van krijgt. En zo'n kwartier lopen naar de kathedraal. Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik, we kunnen moet, hij, moet, moet hij niet hier langs het stadion? Ja, tuurlijk. Hij komt wel sowieso op ons af. Ja, ha. Maar, dan is het geen hij gaat helemaal niet meer naar het stadion toe. Wel. Want hij is daar en ziet die auto's nog 5000 jaar lopen naar het stadion. Dat heeft geen zin meer. Dat is Zweedse nodig. Waar ben je heen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. We zeggen auto Koen. We zijn helemaal weggevaagd. Ik heb twee opties. Die weg of deze weg. Dan gaan we de kortste. Zo, het is hier druk. Als ik een kopje van Milo er bovenuit zie komen, dan weet ik het wel. Bukken geblazen voor mij. Mensen, kijk eens wat we hier hebben. Als dat niet eens een mooie kathedraal is. Gaan we maar teruglopen, denk ik. Ik heb nog even. Ja, ik wil die anderen toch niet te makkelijk maken. Dus ik wil zo ver mogelijk weg van deze kathedraal. Dat die anderen het niet hebben dat ze meteen al de kathedraal hebben. Dat zou ik echt irritant vinden. Ik wil gewoon hier een kwartier vandaan lopen. En eigenlijk waar niks anders is. Ja, hij loopt ook gewoon om de kathedraal heen. Het spel duurt nu nog een minuut of 13. Ja. In 13 minuten kan hij niet bij het stadion komen. Dat kan niet. Dat is te ver weg. Dat is 25 minuten lopen. Hey. Het heeft mij helemaal geen zin meer om deze kant op te lopen. Ik zie hier een trap, helemaal omhoog. Ik heb niet genoeg trappen gelopen vandaag. Waar zijn die gasten? Ja, ik heb op de intro met ze opgenomen. Het is niet dat ik in Monaco ben, dat zij gewoon in Utrecht aan het zoeken zijn. Ik snap er geen reden van. Ik snap er helemaal niks van. Hoe lang zou ik nu lopen naar het stadion? 23 minuten. Nou, wie heeft het te zeggen? Dat ga ik niet redden. Jongens, we zijn wel op een leuk toeristisch plekje gekomen. Ik heb helemaal geen griep. En dit is dan het kleinste land ter wereld. Als je Vaticaanstad niet meetelt, want dat is een stad. Ja, Koen staat nu al helemaal op de einde uit op die pieren. We halen het niet meer. Hoe kan een mens zo gutsen? Hoe kan het? Wat is nou fysiek aan de hand dat ik gewoon helemaal leeg stroom met guts? Overgewicht. Holy shit, wat een krakkelee zeg. Nou, mensen, jullie zien het. Ik sta hier nu bij de haven. Nog steeds geen teken van die gasten. Ik denk dat dit de eerste keer in mijn hele leven is dat ik verstoppertje niet heb verloren. Wil je nog wat mooie shots? Dat kan geregeld worden. Oké, komen ze. Ik sta dus nu hier. Dus ik ga wat mooie shots voor jullie maken. Als jullie het goed vinden, komen ze. Moving like the speed of sound. Oké, dat waren ze mensen, alsjeblieft. En daarmee is het uur speeltijd voorbij en is Koen geen seconde in de problemen gekomen. En is het nu alleen nog maar een kwestie van naar Koen toe lopen, omdat dat de startlocatie is van de volgende speler. Daar zit hij. Ik zit in Yusu al een half uur volgens mij. Wij hebben denk ik elke foute keuze gemaakt die je kan maken. Dan waren wij op een pad waar jij Yusu 5 minuten later overheen liep. Ja? Zeiden we kunnen hier wachten, maar het risico is gewoon dat hij gewoon bovenloos naar het stadion gaat. Laten we gewoon alvast naar het stadion toe. Dat ben ik helemaal niet geweest. Nee, dat weten wij ook. Ik ben op elke plek geweest, behalve het stadion. Ja. Dit was wel een greep uit de fouten. Ook zeg maar van, hij is in het park. Oh, hij loopt echt 1 meter boven ons. Oh, laten we dit afsnijden. Toen stond opeens in ons voortuin, moesten we helemaal terug. Je hebt ook nog iets slims gedaan. Je bent namelijk daarna, toen je eigenlijk klaar was, dacht het stadion haal ik niet meer, ben je helemaal naar niks gelopen. Ja, ik dacht ik ga maar een beetje rondrijden. Ja, dus voor het beginnen van nu is extra de lul. Maar even conclusie, jij hebt 4 foto's. Ik heb 4 foto's, ja. Jongens, daar gaan we. Degene die nu aan de beurt is. Spin the wheel! Nee. Let's go, jongen. Lekker voor je. Is het zo? Is ie. Uithoek bij die kathedraal. Dan heb ik er 1. En dan ben ik erna heen zo aan het gutsen. Dat ik weer van die trap afglij. En nooit meer aan het hart kom. Jongens, ik pak die kathedraal. En ik loop naar de Mac. Ik ga jullie ervan zeggen. Je hebt geen live locatie nodig. Vrienden.
De groeten. Succes ermee. Ik vind het echt zielig. We gaan hem echt binnen een kwartier vinden. Dat denk ik ook. Ja. Ik mag eigenlijk niet kijken, maar hij is nog steeds niet het bochtje op. Het zou zomaar kunnen dat over 10 minuten op een locatie kijken, dan staat hij zo daar. Oké, okay, ik ben als het goed is bijna bij de kathedraal. Ja, die moet ik natuurlijk sowieso over hebben, die was natuurlijk fucking erbij. Moet dan nog pissen trouwens. Moet heel hard stralen uit mijn koker. Volgens mij als ik hier om de hoek ben, zie je daar een kathedraal. Ja, ja. Holy fucking shit, mensen. Dit is voor mij misschien wel de mooiste plek van Monaco. Dus als je hier nog nooit geweest bent, sowieso een aanrader, ga er een keer naartoe. Ja, die staat erop, die hebben we. Oké, okay, nu is het snel door naar de volgende locatie. Even kijken, ja, ik zit echt nu in een uithoek. Ik moet nu Yusu. Ik denk al 5 uur lopen voordat ik bij de volgende ben. Ik ga naar het stadion, man. Het stadion is 21 minuten. Ik loop even naar het stadion toe. Wat een fucking kut uithoek is dit, zeg. We krijgen zijn eerste locatie in 3, 2, 1. Ik ben zo benieuwd. Oh, wow, hij is helemaal niet... Is jij bij die kathedraal geweest? Hij is denk ik al bij de kathedraal geweest. Ja, die is ook echt wel heel dichtbij, stond je bij de kathedraal. Ik vind het niet slecht. Hij is die koppel bijna helemaal af. Ik heb dus het gevoel dat ik moet gaan rennen, maar het is Milo. Dus ik denk ook, we kunnen ook gewoon rustig lopen. Oké, het volgende. Het stadion staat hier met een pijl naar links, naar die liften toe. What the fuck? Die man is aan het dansen. Het staat ook met een pijl naar rechts. Die kant op. Google Maps zegt ook die kant. Maar dit is een lift. Als ik tot daarheen ga, wat gebeurt er dan? Ik ga er gewoon in. Daar is die Mickey. Dit is een bizarre shortcut. Daarachter is een stadion. Ja, ik ga het gewoon halen. Dit is echt... Ik denk dat ik misschien wel 10 minuten heb gewonnen met die lift. Ben je van shirt gewisseld? Nee. Wie? Ja, vanochtend. Weet je waarom? Nee, ik ga niet eens zeggen waarom. Wat? Nee, ik ga niet zeggen waarom. Ga je me uitlachen? Wat is er gebeurd? Nou, ik had een bruin shirt aan, maar daarbij had ik bijpassende schoenen. Maar ik dacht, misschien ga ik wel rennen en dan worden die schoenen misschien vies en lelijk. Dus toen dacht ik van, dan doe ik dit shirt aan met deze schoenen, want hier kan ik wel snel op lopen. Maar je hebt gelijk, ik heb inderdaad een ander shirt aangetrokken. Geen seconde. Hey, even iets anders. Milo is natuurlijk naar die kathedraal gegaan. Daarom moest hij een beetje een omweg nemen. En we snijden hem eigenlijk nu al af. Waarom wandelen we eigenlijk als we rennen hebben? Ja, hij verwacht echt niet. Gelukkig heb ik mijn goede schoen aan. Dit pad is de weg naar het stadion. Het stadion is hier echt 1 minuut vandaan. Die is binnen, heb ik in ieder geval 2 punten. Ik heb nog meer goed nieuws, mensen. Ik zie hier dat op dit pad, de snelste weg naar het stadion, Rob helemaal niet mag komen. Hey, jongens, ik krijg een voicemail van Milo. Als ik ga inspannen, dan moet ik al snel gutsen, man. Ik weet niet hoe dat komt. Kletsnat word ik. Ik heb trek in een suikerig colaatje, trouwens. Heerlijk, Oké, ik ben er bijna, mensen. Maar als in serieus, ik ben er echt over 20 seconden. Ik neem jullie mee. Als ik de verhalen mag geloven, is het best een bijzonder stadion. Namelijk om de volgende reden. Wat veel mensen niet weten is dat het stadion van AS Monaco is gebouwd in het jaar... Ik kan er wel helemaal omheen lopen, maar waarom zou ik? Het is echt oprecht een fucking lelijk stadion. Een beetje zoals de Kuip. Hey, we hebben nu wel een dien. Ja, want... hier zijn 2 opties. Ja, meerdere. Hij kan nu rechtdoor naar de tuin, nu linksaf naar Stade Louis II of rechtsaf naar het casino. Dus zullen we hier wachten? Ja, we wachten hier. Dus stadion. Ja, stadion. Tuinen. De rest. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Stadion. Waar is het stadion? Naast het stadion. Hij is al bij het stadion. Ja, hij is best wel dicht bij die Mac ook. Maar wij zijn ook niet ver van het stadion, hoor. Kom, we gaan hem pakken bij het stadion. Hé, we kunnen hier die lift pakken, man. Ja, daar kom je volgens mij bij die Mac uit, man. Ja, want het is dat center commercial. Ja, misschien heeft hij deze lift ook al gepakt, dat hij daarom zo snel is. Dat zou kunnen, ja. En nu, het volgende plan. Die tuinen die zijn fucking hoog. Dat is lopen 22 minuten. Maar ja, die hairpin in dat casino. Het casino is 30 minuten lopen. Ik ga dat helemaal niet doen. Ik ga naar die tuin toe, dan ga ik de andere boom liggen en dan vind ik het best. Moet je even bij die Mac kijken? Nee, hij is nog bij het stadion. Bro, hij was bij het stadion toen jij in de locatie checkte. Ja, nog wat stukjes vanaf. Hij is, ik denk, al verder terug dan wij nu zijn. Ja, je denkt dat hij ons gekruist is? Ja, 100%. Ik loop nu naar het park en ik wil een beetje een sluiproute nemen. Niet voor de hand liggende wegen pakken. Dus ik ga er nog iets langer over doen ook. En dat is nog 25 minuten lopen. Hij loopt. Het gaat omhoog, het gaat de zon in. Nu loop ik nog lekker in de schaduw. Maar het gaat de zon in, mensen. De verziedende, de brandende zon. Gelukkig heb ik mijn Carlos Sainz petje op. Hij staat aan het hoekje. Ja, dat ook. Hij staat te vloggen. Ik loop in het echt het meest sfeerloze, tiefe stuk van heel Monaco. Hij ziet zo graag in dik. Hij ziet ons ook gewoon niet. Ik overweeg wel serieus om die trap te pakken. Deze trap staat helemaal niet op de kaart aangegeven. Ik loop een rare route. Ik snap er zelf niet eens iets van. Het enige voordeel is dat zij dat waarschijnlijk ook niet doen. Sprinten? Hij loopt er echt op 15 meter. Kom. Hoe dan? Hoe zijn jullie zo
zo snel. Wij lopen daar en precies op het kruispunt zien we dat Forza Ferrari petje. Je bent zo bizar traag. Ja, wat moet je nou horen? Ik wist van tevoren dat ik niet meer dan 2 punten ging halen. Jullie zijn naar het stadion geweest? Nee. Het is oprecht het allerlelijkste stadion dat ik ooit heb gezien. Uiteindelijk weet Milo een astronomische tijd neer te zetten van 22 minuten. Maar wel nog met 2 foto's en dat is natuurlijk waar het om draait. Steen, papier, schaar erop. Degene die wint mag kiezen wie er gaat. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ik mag kiezen. Ja, kijk, ik weet niet waar die laatste locatie gaat zijn. Ik vind dit wel prima, dus ik ga zelf. Ik had hem ook zelf gekozen, man. Je begint hier bij een plek meteen. Daag. Oh jongens, hier kijken waar ik heen ga. Waar zou ik toch naartoe gaan? Nou, ik ga natuurlijk meteen dat stadion meepakken. Dat zou koude dom zijn als ik dat niet zou doen. En daarna moet ik wel even goed na gaan denken dat ik niet te voorspelbaar word. Maar we gaan gewoon blind voor het stadion, want dat is letterlijk hier. Oh, ik ben er nu al, joh. Dus Koen deed dat echt slim. Die heeft het één goed gedaan en een rotte beginplaats voor de volgende gefixt. Maar dat is nu ook nog met Milo. Hij heeft mij ook nog eens een chille beginplek gefixt. Waardoor ik meteen al een fotootje kan maken. Want dit is volgens mij... What the fuck is dit het stadion? Dit ziet er toch niet uit als een voetbalstadion? Nou, eerste foto's binnen. Stade Louis II. Nu moeten we dus na gaan denken. En dat is wel een ding. Voor mij sowieso. Maar ik kan nu natuurlijk naar de kathedraal lopen. En dat is misschien een soort logisch. Want ik ga er letterlijk langs lopen. Maar je sluit jezelf daar bovenop in. Als je namelijk daar naar boven loopt. Er is maar één weg naar boven en terug. Dus heel leuk dat ik die pak. Dan komen zij omhoog. En dan ga ik langs hun naar beneden moeten. Dus ik ga dat niet doen. Want dat heeft geen zin. Ik denk dat we sneller kunnen pakken dan Milo. Hij gaat nu waarschijnlijk de kant van het stadion weer op. Goh, zou je denken? En dan, waar ga je dan heen? Dat kost al een paar minuten. Toch? Dat kost een minuut of 5. Maar, en waar ga je dan heen? Nou, dat zijn eigenlijk 2 smaken. Of naar de kathedraal. Ik zou niet naar de kathedraal gaan als ik hem was. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dan ga je naar die tuin toe. Tuin is ver, man. Gewoon helemaal terug daarheen. Als ik daar helemaal terug ga. Het midden. Casino zou ik pakken. Casino heb je er 2. Ja. Ben je boven jou geëindigd? Dat ga je denk ik doen. Dus wij gaan eigenlijk gewoon meteen naar casino. Laten we gewoon gokken, toch? Oké, dames en heren, jongens, meisjes. Zet u zelf schrap voor misschien wel een van de beste tactieken ooit. Jullie kennen mij. Ik hou van mensen een beetje misleiden. Waar ik nu loop, deze trap, is de trap richting de kathedraal. En niet alleen de trap richting de kathedraal. Het is ook de enige trap terug vanuit de kathedraal. Dus het is de enige manier om daar te komen. Ik sta hier nu op. Zij gaan binnen een minuut mijn locatie krijgen. Dan gaan ze denken, oh mijn god, Rob gaat naar de kathedraal. Dan kunnen ze me hier beneden gewoon opwachten, want ik moet hier terugkomen. Dus dat zou heel dom zijn. Wat ga ik doen? Ik ga wachten tot de 10 minuten voorbij zijn, totdat zij weten dat ik hier ben. En dan ga ik alsnog weg en ga ik kijk naar het casino. Maar de hoop is dan dat zij blind hier naartoe gaan. En natuurlijk 10 minuten later krijgen ze pas mijn volgende locatie. En dan ben ik natuurlijk al aan loesje, want ik ga helemaal niet naar de kathedraal. Dus ik ga even wachten totdat ze weten dat ik hier ben. En dan ga ik ze ditchen en ga ik toch de andere kant op lopen. Oké, dan gaan we. Loop. Hij is hard op weg naar de kathedraal. Nee joh. Het lijkt mij echt dat hij is gewoon snel geweest. Heeft stadionnetje gepakt. Je kan redelijk makkelijk vanaf de kathedraal wel richting de haven naar de Herpin casino kant hoor. Dus daar moeten wij naartoe. Ja, snel. We moeten hem onderscheppen man daar. Onderscheppen op het stuk tussen de Herpin en de kathedraal. Oké, 10 minuten zijn voorbij. Ze weten nu dat ik die kant op liep, richting de kathedraal. Ik hoop dat ze hierheen komen en dan ga ik loes toe. Ik ga richting het casino en ik hoop maar dat zij denken dat ik dom ben. En over het algemeen doen ze dat. Dus dan kan ik het een keer in mijn voordeel gebruiken. Is er een kans dat hij ons flasht? Dat hij een klein stukje richting de kathedraal gelopen is, ongeveer in zijn hoofd heeft, oké, nu gaat dat ding bij hun af. Ja. En vervolgens alsnog helemaal niet naar de kathedraal toe gaat. Ja, waar gaat hij dan heen? Meteen door naar de Herpin casino. Ja, dat gaat hij misschien wel doen. Maar al is hij in een Herpin casino met 10 minuten voorsprong, dan loopt hij terug van Herpin en pakken wij hem daar. Ik beland hier nu wel ondertussen in een soort natte droom. Dat daar is voor de Formule 1 fans onder ons Raskas, de ene laatste bocht van het circuit. Dan letterlijk hier zie je ze liggen, de curbstones van de laatste bocht van het circuit. En wat ik nu letterlijk moet doen om bij het casino te komen, is het rechte stuk aflopen en dan met bocht 1 mee omhoog. En dan denk ik dat het bocht 3 of 4 is. Daar is het casino. Ik moet nu gewoon letterlijk de Formule 1 baan volgen. Kijk, we lopen hier nu achter Matt aan. Ja. Die heeft een plan. Die weet de route. Die zegt, ik heb deze bocht al 12 keer gezien op tv en ik kijk al die races altijd 40 keer terug. Maar ik merk dat hier ook een soort Formule 1 strijd is. Ja, dat is ook zo. Hij mag de Herpin niet halen. Oké, achter ons nu hier, bocht 1. Ga nu dus omhoog richting het casino. En rechts van ons het prachtige Monaco haventje. Ik denk dat we nu ongeveer op het punt zitten dat als ze in mijn valletje zijn getrapt, dat ze er nu achter zijn dat ze het verneukt hebben. En dat zou letterlijk betekenen, kijk, daar is dat paleis. Dat zij nu ergens naar boven lopen en dan nu dus achterkomen van, fuck, hij staat aan de andere kant. En dan zou ik nu een heerlijke voorsprong hebben. Maar goed, misschien hebben ze me doorzien, snijden ze me af en staan ze me nu op te wachten bij het casino en ben ik de lul. Maar dan kunnen we maar op één manier achterkomen. Nou, we zijn niet in Robbie's en val getrapt en zien bij de volgende locatie-update dat we best aardig in de buurt zijn en besluiten het daarom te zetten op een rennen. Hij is bij de hechtpint. Kom. Het klopt dus inderdaad. Hij heeft waarschijnlijk nog geen één foto, man. Ja, hij heeft nooit kathedraal gepakt. Nooit, dat sowieso niet. Ik denk als ze een sprintje trekken, pakken we misschien wel 0. Ja, want hij verwacht dat niet. Ja, misschien dat hij maar 1 foto heeft. Is hij dezelfde weg? Hij is wel bij startpunt nu. Hij gaat het nooit verwachten houden. Je verwacht hij nooit. Zo kom je kaasactie. Oh, dit gaat niet goed. Hier overheen. Er staat een politieman.
man. Kan mij schelen? Nee, oh, je moet wel zo. Je moet zo, Dan kan je onderdoor. Je kan onderdoor, Mino. Ja, ik ben er al. Ja, kom. We pakken hem. Misschien is hij nog met één foto bezig. Op deze manier dat we Mino al kwijt zijn. Zie je Mino? We zijn Mino kwijt. Hij heeft het verneukt, man. Rob is hier echt 2 minuten geleden hier. Yo, Brie. Ik ben achter jullie. Kom, ren door. We pakken hem. Die politieagent, ja. Die was zo streng. Ja. Wel schattig en dominant. We gaan, boys. We pakken hem. Dan is het voorbij. Als we hem nu pakken. En terwijl we onszelf helemaal de gutsenering in aan het rennen zijn, loopt Rob op zijn dooie gemak hier richting zijn tweede selfie. Weet u wat dat is, dames en heren? Dat is waar ik naar op zoek ben. Loop je ook door helemaal een straatje met alle dure winkels. En je hoort er dan bij aan het einde van het straatje natuurlijk hier. Het casino van Monte Carlo. Daar is die. In principe kan ik hier de foto wel maken, maar ik moet er toch omheen lopen. Dus ik pak hem wel even van de voorkant. Dan sta ik in ieder geval op 2 en ik ben langer uit handen dan Milo. Dus eigenlijk is op dit moment alles al prima voor mij. Dus eigenlijk alleen nog even zaken om Koen in te halen. Ik wil gewoon voor die clean sweep voor alle 5 gaan. Even een beetje mooie auto's kijken hier. Kijk nou, prachtig. Een soort car spotter nu. Fully toerist. Nou, nu simpel. Door naar de hairpin. En dan zullen veel mensen denken van, nou, weet jij dan hoe je er komt? Nou ja, Koen heeft dat misschien om moeten zoeken. Maar het is gewoon letterlijk het circuit volgen. Dan loopt hij voorlangs naar beneden. En dan zijn we er. Letterlijk 1 minuut later komen ook wij aan bij het casino. En daar krijgen we toevallig net een locatie-update. Mat, het is nu tijd voor een locatie. Locatie. Wij zijn hier, hij is hier. Hij is daar, het is onder ons gebouw. Ja, maar hij komt terug, denk ik. Ja, oké, maar we moeten daar gewoon wachten. We realiseren ons hier dat Robbie letterlijk op de hoek van de straat staat op een afstand van nog geen 30 seconden. Maar volgens Koen, die hier al eerder is geweest, is er maar 1 weg die loopt in de richting van de hairpin. En die moet Robbie straks ook weer terugnemen. Dus we besluiten hem om een hoekje op te gaan wachten. Ik lig er helemaal vanaf. Ja, ik ben echt niet normaal. Ik kan niet meer slikken. Ik heb zo'n droge mond, ik kan oprecht niet meer slikken. Wat heb ik in dorst? Maar als in, hij komt nu teruglopen, maar als we er toch heen rennen, staat hij daar toch gewoon? Wat heeft hij voor shirt aan? Ja. Blauw. Blauwe shirts vind ik altijd zo griep. Lelijk. Bruh. Het is echt een stukje legendarisch grondgebied hoor. Deze hairpin. Met 20 van die autootjes er doorheen. Kijk dan. Hebben we hem. Hairpinnetje. Alles is hier ook rood-wit geblokt. Ik voel me nog altijd echt totaal niet opgejaagd. Want ik denk dat ik ze gewoon getrekt heb. Dus dan gaan we hier even voor fotootje nummer 3. Het prachtige hairpinnetje. Wat ik nu ga doen, ik ga gewoon de baan volgen. En ik ga gewoon weer helemaal teruglopen naar de kathedraal. Die zit eigenlijk op het punt waar ik begon de baan te volgen. Dus nu volg ik gewoon de rest van de baan helemaal terug door de tunnel. En dan ga ik nog kijken of ik die kathedraal nog mee kan pakken. En dan ga ik Matty een kutplek geven om te beginnen. In de hoop dat we hem nog kunnen nakken. Ja, en terwijl Robbie zich totaal niet opgejaagd voelt, staan wij in de tussentijd nog steeds letterlijk om het hoekje. Maar echt letterlijk om het hoekje te wachten op helemaal niks. Hij kan ook onderlangs door die trap naar beneden, langs door die tunnel. Ja, je kan gewoon die tunnel door, hè? Gaat de onlangs die tunnel door naar die avond toe? Staan we hier te wachten voor Jan Lul, hè? Staan we voor Jan Lul te wachten, vriend? Jullie denken Joes dat hij deze niet... We staan hier voor saus. We staan hier oprecht voor saus. Gooi je alles weer. Oké, gaan we die kant op. Hey boys, ik moet iets bekennen. Merk ik nu dat ik heb hier al een foto gemaakt. Dat telt die foto niet. Nee, ik heb maar 3 punten, denk ik. Dat telt die foto dus nee, niet. Ja. Je hebt nog geen foto bij de hairpin. Nee, ja, ik dacht dat de hairpin, maar weet ik veel wat je neurt. Hé, maar willen jullie even genieten van de hairpin? Ik zou even zin om te genieten. Wat een gutsen! Ja, maar wat een gutsen. Ik kan niet eens meer nadenken. Kijk, volgen we weer die dekselse curbstoontjes en dan komen we hier bij de tunnel uit. Ik denk dus dat ik ze misschien nu wel weer afschud. Omdat zij natuurlijk gewoon richting het casino nu komen. En dan 1 locatietje later zien ze me hier beneden, moeten ze weer helemaal terug. En dan hoop ik dat ik ze net vol ben. En dan loop ik daar nog even lekker naar boven. En dan pak ik daar nog even het 4e fotootje mee. En dan kijk ik wel hoe ver ik nog kan komen met de tijd die ik heb. Ik heb voor nu nog meer dan voldoende tijd. Dus 4 gaat me sowieso lukken. Hij is helemaal weer weg. Hij is door de tunnel gegaan. Hij is door die tunnel heen gegaan. Ik zei het al, tering. Goh, ben jij? Ja, ik wist niet dat het kon. Als we geen rent hadden gepakt. Hij heeft natuurlijk pas 2 foto's. Ja, dat weet je niet. Hij heeft het stadion inkomen. Dit is de enige bocht in de Formule 1 kalender die ze in de eerste versnelling doen. Griep. Wat gaan we doen? Ik ga zo een biertje. Ja, biertje. Ik ben oprecht down voor een biertje. Nee. We hebben het toch verloren. Ja, maar en hij gaat hem niks meer halen, want al die afstanden zijn langer lopen nu dan dat hij nog eens heeft. Hij heeft gewoon een pils kletsen. Ja, tuurlijk. Even pils kletsen. Dan zijn we weer. Hier gaan we dus omhoog moeten. Deze klim nog even maken en dan pakken we nog een extra puntje. Want jullie weten het. Bovenop die Kauloberg is die kathedraal. Je moet er voor helemaal omhoog. Je sluit jezelf erin. Maar goed, er is een reden dat ik dit op het begin niet gedaan heb. Maar nu lopen we tegen het einde en nu is het, kan ik gewoon op mijn dooigemakkie naar boven. Kijk, die treien. Die gaan we pakken. Hop, hop. Ik heb zoveel zin om nu even over te schakelen naar die mannen die waarschijnlijk weer helemaal daarachter zijn. Voor de 2e keer dat ze totaal uit de buurt zijn en helemaal in de mut dat ze weer verkeerd zitten. En ik denk dat moment er nu even in komt. Het is geen bier geworden, maar... Zus dat u met Red Bull smaakt. Wij hebben net Rob's locatie bekeken en Rob is nu bij de kathedraal. Nou, dat kan niet. Ik zoek het op en het is 35 minuten. Onmogelijk. In 20 minuten. Dat kan niet. Hij heeft of een Uber gepakt, of een fiets. Of een step. Of een helikopter. Hoe dan ook. Het is een griephulp. Hoe dan ook. Het heeft voor ons geen enkele zin meer om nog een stap te zetten en we zitten hier prima met onze slushie. Ik vind hem wel zoet trouwens. Hey.
Pardon, mijn excuses. Hallo. We zitten in Monaco, Brie laat de boer en mensen vinden het prachtig. Ja, we zijn er. Dit is hem, voor het vierde fotootje. Gaan we nog even wat lekkers halen, denk ik. Ik neem ook wel mee voor de jongens, die zullen ook wel vermoeid zijn. Rob heeft ons uiteindelijk weten af te schudden. En toen we beseften hoe erg we het verkloot hadden, was onze energie echt op om er nog achteraan te gaan. En zo sluit Robbie zijn ronde af met 4 foto's. En omdat Koen blijkbaar geen foto met de hairpin heeft gemaakt, maar met een willekeurige bocht waar toevallig wat curbstones lagen, staat Robbie nu officieel op de eerste plaats. Jongen. Jezus, wat heb ik lang zitten wachten hier, zeg. Zijn die pils een beetje koud? Die staan al 3 kwartier in de brandende. Ik moet de pils zien. Echt ook, man. Ik vind het wel fijn om te zien dat jullie alsnog blij zijn met de pils. Daar heb ik het echt voor gedaan. Maar wat de fuck hebben jullie gedaan? We gingen alles of niet sprint, want we hadden jouw tactiek door. Net niet op tijd. We zaten echt om die hoek. En Koen zegt, ja, ik kom weer terug, want dat is maar 1 weg. Hoeveel punten denken jullie dat ik heb? 3 denk ik wel. 3? Ik heb 4 punten. Ja. Jezus. Maar wij zijn aan het kijken. Op een gegeven moment maak jij in een blok van 10 minuten tussen de locatie een stap. Waarvan wij op Google Maps zagen, die duurt oprecht 25 minuten. Hier toen ik omhoog liep. Je hebt een afsnijroute daar. Dat wist ik ook niet, maar daar kwam ik achter. Want ik zal inderdaad, ik heb echt 5 minuten van die tijd afgelopen, dus dat klopt wel. Maar jullie dachten even dat ik een fiets had gepakt? Ja, dacht wel. Ik ben toch geen roel? Ik zie er echt helemaal vertiefd uit. Dat zegt hij het altijd. En dan gaat hij helemaal zo zijn haar doen en dan komt er weer een fan-edit. Nou, Mattie, hebben we het voor elkaar hoor. Nee, als je er 5 haalt, win je. Dat is moeilijk, daar ben ik achtergekomen. Ja. Maar ik ga er wel voor. En als je er minder dan 2 haalt, dan verlies je. Want Milo had 2. Ja, ik had het mondscore van 2. Mat, jouw tijd gaat in 3, 2, 1, go! Oké, ik heb even gecheckt. Het is dus 3 minuten lopen vanaf de startplek. Daar heb ik de eerste foto al binnen. Ik denk dat het waarschijnlijk de snelste foto is. Dus dat is echt een bizar goede start eigenlijk al. Ik heb hem al gevonden, hier, kathedraal. Ik denk dat ik niet eens nog 3 minuten bezig ben. Dus letterlijk 2 minuten. Snel fotootje. Dit is misschien wel de lelijkste foto die ik in mijn levensdag heb gemaakt. Maar goed, we hebben geen tijd te verliezen. Luister, onze tactiek is duidelijk. Milo, misschien jij het niet leuk vinden. Maar ik denk dat we meteen aan die Monte Carlo moeten gaan. En dan wachten we gewoon op. Ja, op het moment dat wij een gok op Monte Carlo. En hij pakt nu die kathedraal, daarna nog eentje hier. Dan heb ik dus sowieso verloren. Klopt. Waarom zouden we dat doen? Oké, heb je een betere tactiek? Nee. De enige manier waarop ik niet het spel verlies, is als Mattie zo door zijn enkel gaat en een uur lang stil ligt ergens tussen hier de kathedraal. Ik heb gekozen voor de volgende tactiek. Het logische om ze alle 5 te halen, is als ik naar het voetbalstadion ga. Alleen, dat is de enige manier ook waarop ik het ook weer helemaal kan verneuken. Want dan zit ik dus in diezelfde lelijke hoek vast als Milo. En dan kan ik zomaar ook na 20 minuten met 2 foto's gevonden worden. En dat risico ga ik niet nemen. Dus ik ga nu in één keer vol sprinten naar die tuinen. In de gedachte, met de gedachte, dat ik gewoon nog veel meer energie over heb dan bijvoorbeeld een Milo die helemaal verrot is nu. En vanuit daar zie ik wel verder waar ik heen ga. Misschien ga ik dan weer naar het stadion, dat ze verwachten dat ik de andere kant op ga. En wie weet wat ik dan nog kan. Maar ik ga nu gewoon eens naar die tuinen om in ieder geval zeker te zijn van 2 foto's en een betere tijd dan Milo. Oké, de 10 minuten zijn voorbij. Waar is Brietje? Nou. Zo! Tuinen? Of is hij onderweg naar Monte Carlo? Het kan echt allebei zijn. Zo, waarom zijn we stil? Ja, we kunnen best ons plan gaan blijven houden, toch? Naar de Monte Carlo. Ja. Want als hij nu naar het park gaat, dat redden we niet meer. En als hij naar Monte Carlo gaat, hebben we ook een probleem. Maar dan zijn we in ieder geval bij Monte Carlo. Oh god, volgens mij moet ik deze trap omhoog. En dit keer wel echt, dan kom ik niet uit in de tuin van iemand. Het zou zomaar weer verkeerd kunnen zijn. Het is zo'n dolle van deze kant van Monaco. Die grenskant met Frankrijk. Daar hebben ze nog zoveel huizen proberen te bouwen. Omdat er daar al een soort van ruimte over was. Maar volgens mij is dit wel de route. Maar als ik hier. Holy shit! Godverdomme, ga ik nog op mijn muil ook. Bro heeft alweer datzelfde shirt aan. Want je hebt elke dag hetzelfde shirt. Dat is mijn lievelingsshirt. Bro, ik pak die camera vast en zit gewoon onder het shirt. Willen jullie het verhaal achter dit shirt horen? Ja. Die heb ik dus ooit gekocht. Alleen toen je hem even kocht, dacht je van oké, ga ik van nu elke dag ga ik hem aan. Ja, het is echt mijn lievelingsshirt. Ja, het is een lievelingsshirt, ja. Ik vind wit dus echt een hele mooie kleur. En zwart? Lelijk. We horen gezang in de verte. Ziet hij daar zo verhaast hebben? Ik ben nu in de tuin en volgens mij gaat nu elk minuut mijn locatie af. En ik wil dat die nog in de tuin is, zodat ze niet weten welke kant ik op ga gaan. Want in mijn hoofd was het duidelijk dat ik altijd nu zou vluchten naar die plek waar er nog 2 over zijn. Maar ik denk dat ze dat nu zien dat ik hier al ben, sneller dan verwacht, dat ze dat gaan predicten en daar dus al heen gaan. En ik twijfel om toch nog even snel het stadion mee te nemen. En als dat lukt, krijgen we een soort van epische 1v1 passeerbed. Dan kan ik ze passeren op een van de vele wegen die naar de andere kant van het land leiden. Nou goed, geweldig verhaal. We mogen maar op de locatie kijken. Even kijken. Oh, dat had ik niet verwacht. Hij is bij de tuinen. Luister, de tuinen
daar is hij dus omhoog gelopen. Dat is echt bizar. Wij zijn toch, als we nu naar de Herpen lopen, toch eerder daar. Ja, alleen ja, Wanda was hij in het stadion loopt. Dan heeft hij er 3. En dat is echt heel kut voor mij, maar ik verlies sowieso, want hij is nu al langer bezig dan ik. Maar het is nu onze taak om hem niet te laten winnen. Ja, maar we gaan hem dus oppakken bij Monte Carlo. Ja, ja. 3. Hij gaat zeker eerst naar het stadion, want hij gaat proberen te clean sweepen, want het is man. Oké, ik heb de afdaling naar beneden weer gemaakt. Ik kom nu in het gebied waar zij ook zouden kunnen zijn in deze tijd. Maar ik denk niet dat zij te veel richting die park zijn gelopen, want daar hebben ze niks meer aan. Ik was bij de vorige locatie al in het park. Dus ze zijn één van mijn twee opties nu. Denk ik gewoon aan het voorsorteren op. En ik gok dat ze echt niet verwachten dat ik nu naar het stadion ga. Ik dacht dat ik hier een hele onvoorspelbare strategie verzonnen had. Maar het feit dat ik nu naar het stadion wil gaan, hebben ze echt meteen in de gaten. Maar toch gaan de jongens de andere kant op om mij van de twee punten in het noorden van Monaco te weerhouden. Locatie, locatie, locatie. Is die stadion of Herpin? Hij is vanaf daar naar hier gegaan. Weet je hoe lang dit duurt? Dan ken ik 10 minuten. Ja, ik denk dat hij nog steeds in de stadion gaat, maar hij loopt achter ons. 4 minuten, hij komt er gewoon langs. Wil je hier 10 minuten blijven zitten? Met het risico dat hij omloopt en dan moet je echt haasten om hem nog te kruisen. Ik hoor zitten, 10 minuten, ik denk ja. Zo, Milo had net oprecht niet gelogen toen hij zei dat het een lelijk stadion was. Letterlijk gewoon, je zou toch niet zeggen dat het een voetbalstadion is. Gewoon van die hele lelijke oude appartementjes. Waar ze gewoon maar daar middenin, omdat ze een voetbalclub wilden, gewoon een grasveld hebben neergepleurd. Stade Louis II. Daar maken we eens even een selfietje mee. En dan staan we alweer op 3 punten. Wat de situatie nu is, is dat ik 3 punten heb. En nog 2 punten kan halen helemaal aan de andere kant van het land. Dat is leuk als je dat zo op zegt, op die manier. Ik denk dat zij erop hebben gegokt dat ik daar sowieso moet zijn om een goede score neer te zetten. En dat ze dat gedeelte eigenlijk vanaf het begin al aan het afblokken zijn. Anders had ik ze denk ik wel hier gezien. Oftewel, ik moet nu in nog een half uur speeltijd, want hun locatie komt ongeveer nu, helemaal naar die andere kant van het land komen. En dan in een soort epische 1 tegen 1 battle die 2 foto's nog weten te snitchen, terwijl ze op dat moment al mijn live locatie hebben. Het gaat een hels karwei worden, maar ja, ik moest het op deze manier spelen, alles of niets. Okay. We zijn met 10 minuten verder, ja? Ja, volgende locatie. En? Stadion. Hij is nu bij het stadion? Ja, nee, hij is nu weer onderweg terug, maar hij is zeg maar echt, zij is op en neer geweest naar het stadion. Nou, hij heeft er nu dus wel 3, hij gaat dus voor de 5. Hij gaat hem nu in één keer door. Ja, ja, natuurlijk, ja. Zeker. Je haalt het precies. We kunnen hier gewoon wachten, chillen. We kunnen ook gewoon weer een slushpuppie halen bij dezelfde tent. Ik lust wel een slushie. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik verwacht niet dat ze een soort van hoog aan druk aan het zetten zijn, weet je wel, met hoge verdediging, snap je? Ze staan letterlijk denk ik op een van die locaties nu te campen. Dus ik hoef me eigenlijk, nu ik nog hier zit, ook niet echt zorgen te maken. Het wordt een moeilijke opgave, maar we gaan ervoor. Okay. Zo, de mannen hebben even wat eten gehaald. We hebben wat lekkers gehaald, maar moest we hebben ook een locatie van Mat. Moest het weer? Het moest weer. Weer van die tyfussooie lijf in. Wat heb jij dan? Ik heb een slusje. Het is tijd. We mogen de volgende locatie van Mat zien. Live locatie. Live locatie, hup, focus. Hij is denk ik wel onderweg hier naartoe. Ja. Maar hij probeert niet de obvious route te nemen. Dus hij loopt wel zeg maar één verdiepingje hoger dan de normale weg. Hij loopt niet aan het... Je moet kijken, maar het is de derde keer dat we Boadou zien rijden vandaag. Wow, het is geen Fatou, het is de derde keer dat we zien rijden. Maar kijk, hij heeft die andere weg genomen, maar die komt ook uit hier beneden op de rotonde. Dus hij komt alsnog hier omhoog. Dus we kunnen hier gewoon rustig wachten, over 5 minuutjes krijgen we live locatie. Maar gaan we wel een beetje verstoppen, toch? Dat kan wel. Maar als in, duurt het nog lang dat hij voor die is? Een minuutje of 10. Oké, mensen, het is op dit moment 45 minuten in mijn game. Op dit moment krijgen zij dus mijn live locatie. Ik ben nu bij San Devote. Vanaf hier heb ik echt zat tijd om beide locaties nog op de foto te zetten. Maar ja, ze hebben dus mijn live locatie. En om ze te dodgen gaat wel heel lastig worden. Maar ik ga gewoon vol sprinten, want ik heb nog wel wat energie over. Ik ga er gewoon vol voor. En nu gaat het feest beginnen. Live locatie. Volgens mij is daar het feest nog bezig. Jij bent zo nu met het spel bezig. 5 minuutjes. Hij is onderaan de weg hier naar boven. Blijven achter dit hok staan? Ja, achter dit hok. Of is dat te riskant op het moment dat hij die kant op gaat? Nee, want dan zien we hem daar lopen, dan kunnen we erachteraan. Stel, hij loopt hier voorbij en doet gewoon dit. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi, ja. Ik zou het wel eens lief vinden als hij ons nu nog kan dodgen. Want dat kan eigenlijk niet. Nee, we hebben zijn live locatie. Maar Kartijn... Kartijn kan niet. Niet laten afleiden. Sorry, laat me afleiden. Kijk, daar zijn we weer. Het startpunt hier. San Devote. Misschien wel een van de leukere stukjes hierop. Bedrijvigheid, lekker water, de zee. Ze staan sowieso nu op één van de twee te campen. Of een heel tactisch punt in het midden. Maar een tactisch punt in het midden zou dom zijn. Want dan kan ze er soms van uitsprinten. Nou goed, we gaan het zien. Ik ren met die slusje. Hij gaat die foto maken. Wat heb je? Pri. Hij ontsnapt. Waar is hij? Dit daar links. Pri. Ik ren met die slusje, man. Ja,
Nou, net een tijd onderschept. Uiteindelijk had ik echt die clean sweep kunnen halen, maar ik wist niet dat er een afsnijroute was van de casino naar de hairpin. En dus word ik gepakt op 57 minuten met maar 4 foto's. En dat is net iets slechter dan Robbie, waardoor hij deze ticketje in Monaco officieel gewonnen heeft. Maar het gaat eigenlijk natuurlijk vooral om de absolute loser Milo, die nu in totaal 3 straffen moet gaan uitvoeren. Milo, hoeveel foto's had jij? Ik had, even denken. Ik had 2 foto's. Dus je had er 3 niet? Ja, dat klopt. En je bent laatste geworden, dus dat betekent 3 forfeits. Met de eerste forfeit krijg je nu een telefoon binnen. Omdat je het casino niet had. Je moet het voorhoofd likken van je meest begutste tegenstander. Oh, wow. Ik moet zeggen dat jij dus zelf laatste bent geworden, dat is echt een enorme blessing voor 1 plus 3. Ja. Ik ben nu niet zo gutserig, kijk maar. Ja. Ik doe niet voor je honden nu, hoor. Ik denk dat ik het ben, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Heb je een koude tong voor die slus? Steek je tong uit. Ah, nee! Heb je Smurf ingebeft? Ik wil mijn handen achter. Ah, dat is een koude tong. Dat is zout! Wat een zoute mobbel! Wat zout! Dat is ook een kutbef. Kom nog eens. Forfeit 2. Omdat je het park niet hebt, post een stukje van de boyband medley in je story, zonder context. Maar ja, hij van zichzelf neem ik van aan. Zichzelf, ja. Ja, oké. Okay. Ik neel elke noot. Ja, ik moet maar wel zeggen, mogen wij kiezen? Wij mogen een stukje kiezen. Alleen, het punt is, Milo heeft oprecht die boyband medley wel echt gewoond. Ja. Als ik zonder context iets post, gaan mensen denken van wow, hij vindt zichzelf echt goed. Ja, wij mogen de story wel bepalen. Ja, maar... Ja, die heeft niet de tekst erbij. Ja, wel. Nee, want de opdracht is, post een stukje zonder context. Dus er mag helemaal geen tekst bij, mag niet. Nee, maar context is wel eromheen. Maar ik vind wel dat we... Oké, 1 emoji mogen we. 1 emoji. Vies emoji? Ja. Ga je een vlammetje doen? Nee, ik doe geen emoji. Okay. Geen vlammetje. Geen vlammetje? Nee, dan 1 emoji. Is goed. Raketje. Nee, niet een raketje. Stel, het zou echt heel slecht zijn. Ja, dat was nog leuk. Dat was nog een meme. Ja, en stel, het zou gewoon goed zijn, dan is het ook prima. Want dan denken mensen, oh goed. Nu zit er een soort tussenin. Ja. Het is gewoon slecht natuurlijk. Maar het is net niet zo dat het de meme is. Ja. Maar het is wel net heel triest als je het zelf hard vindt. Ik had al liever dat Uptown Girl van jou gezongen en dat dan op die manier moeten posten. Wat een kinderchocola zo is, hè. Dus die staat even 24 uur op de blaren. Wil je dat nog wel niet meer indruk? Dit is echt vreselijk. Nog een forfeit. Hij moest het al 3 in de taal. Ja, want je hebt de hairpin ook niet. Omdat je de hairpin niet hebt, scheer een strook van je benen af. Wat? Een strook? Wat is een strook? Van hier tot hier. Van hier tot hier? Ja, dat is een strook. Die gaan we niet doen. Ja, je hebt wel geluk dat we het niet doortrekken helemaal zo hier naar hier heen. Formule 1, tyfus neurdezooi. Nee! Ja, maar dit is zo triest. Ik ga daarna dit potje. Als het potje. Als het online is. Het potje gaat even poepen. Moet ik het zelf doen? Ja, ja, ja. Een strook. Dat is dus van hier. Ja. Loest het hier. Ja. Au. Een strook. Wat is dit? Wat een strook. Wat een strook. Oh, dit ziet er niet uit. Oh, wat sta ik voor lul. We gaan er 1 keer overheen, zodat er zeker gestrookt is. Dit is een mooie strook. Wauw, prachtig wat Milo. Dit is zo, dit is zo lelijk. Hier, kijk dit. Holy fuck! Ik kan niet naar buiten! Ik kan niet naar buiten voor een week! Ik heb dit en mensen hebben dat fragment gehoord! Wow, dat is die fucking trieste gast die zichzelf zo hard vindt van die muziek, die helemaal niet kan zingen. Huh? Heeft hij nou een hele rare haarloze strook op zijn been? Jezus! Zo zie je best goed. Oh! Dat is echt lekker glad, man. Oh, ik word zo slecht gezet! Oh, ik durf echt niet naar buiten. Om echt snap ik, ja. Ik ga niet verhuizen. Snap ik. Ik moet nakomen zo. Lekker. Ik ga op mijn boot zitten de hele dag. Ik maak muziek luisteren, dat vind je zo hard namelijk. Godverdomme. Ik hoop echt met dat ding gewoon om mijn eigen slagader te gaan. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze leuke video. Als we nog ergens anders moeten verstoppen, bijvoorbeeld in mijn eigen huis voor de komende 6 weken, laat het even weten in de comments. Vergeet niet, ain't nothing but a heartbreak. Dit is geil, zieke flow, en nu even een keer zonder alle computerprogramma's die erbij komen kijken. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.